Bjorn, hoe voel je je na deze wedstrijd? Kut. Maar één woord voor kut. Ja, want jij komt binnen, jij valt in, je scoort meteen, eerste kans meteen raak. En dan is het een beetje hinken op twee gedachten voor Antwerpen. Ja, we maken de 1-0. En dan op die moment trekken we iets te veel achteruit, denk ik. En dan staan we nog 5 minuten te spelen, staan we 1-0 voor. En dan op zo'n nonchalante manier krijgen we de 1-1 binnen. Oké, het is een goede voorzet, goed binnenkoop, keeper kan er niks aan doen. Maar op middenveld lieten we het daar even gaan. En, ja, de agressiviteit is weg en ik heb voor deze wedstrijd al een paar keer gezegd, als we niet dezelfde mentaliteit tonen dan de tegenstander, wordt het heel moeilijk. En die laatste 5 minuten is dat maar getoond. Ja, doelpunt mocht er anders wel zijn. Een echte spitse goal, hè? Mag je het zo noemen? Ja, tuurlijk. Maar ik heb ook al aangegeven, ik maak liever 0 goal op een wedstrijd en elke keer met 3 punten naar huis. Dus daarom dat ik daarnet zei, er is maar 1 woord, dat is kut. Maar goed, oké, het is een goede binnenkomer persoonlijk, maar ja, persoonlijk ga ik niet naar eerste klas gaan. Het is als collectief en dat is voor mij het belangrijkste. Dankjewel. Er is een enorme ontgoocheling bij de spelers van Antwerpen. Bjorn Vlemings daarnet was heel zwaar ontgoocheld. Hoe zit dat bij jou zelf? Ja, je start een beetje behouden aan de wedstrijd. De eerste 20 minuten. De eerste 20 minuten heb je alles onder controle. Maar je hebt niet genoeg. Je hebt niet genoeg snelheid, je hebt niet genoeg diepgang. En dan beslis je wel met de rust. Ja, Bjorn te brengen. Stallone met zijn snelheid. De wedstrijd kantelt. Ja, gouden wissel, want het zijn net die twee die zorgen voor het doelpunt. Ja, en plus ga je ook op de rechtsbak spelen met een aanvallende speler. Dus dat is geen probleem. Dus je hebt alles onder controle. Ik denk dat je 0-2 maakt. Buitenspel, denk ik niet. Een uitswinger kan geen buitenspel zijn. Hij is 0-2 is wedstrijd gedaan en dan krijg je nog tiksel op de neus op het laatste. Maar in principe met die ploeg moet je het beter kunnen uitspelen. We hadden het gevoel ook dat Antwerp twijfelde om voor die 0-2 te gaan. Dat het een beetje hinken op twee gedachten was. Ja, kijk. Er zijn een paar jongens die later aan gepikt hebben. Ja, zo ook dat Bjorn na zijn invalbeurt heel veel kracht gegeven heeft. Maar oké. In principe zijn we aan de 81ste minuut in balbezit. Verlies je dom, balverlies. Komt er een corner. Wordt slecht ontzet. Bal wordt naar buiten gespeeld en dan score je op die tweede bal. Dat zijn zaken die met die ploeg niet mag tegenkomen. Met al die gelijke spelen in de Proximus League is er natuurlijk geen man overboord. Vooraf had je misschien zelfs getekend voor een gelijkspel. Nee, want vandaag met de uitslagen die er waren, kost je misstap tegen Lommel goed maken. Dus dat is het spijtige aan het verhaal dat je 92ste minuut nog voorstelt en dan net nog uit handen geeft.